So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you out, make you leave. I'm a little much for it. Na 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 na, if you want. Vrijheid geven we door, is het landelijke thema van deze herdenking. Dit jaar ligt het accent vooral op jaar van het verzet. Want niet alleen de geallieerden hebben ons bevrijd, maar ook al die mensen die in het verzet hun aandeel hebben geleverd om uiteindelijk de vrijheid te geven waarin we nu kunnen leven. Nederlandse militairen die sneuvelden bij de verdediging van ons land in mei 1940. Maar ook gewone burgers die door de bezetter werden gedood omdat ze, thema is al genoemd, in verzet kwamen. Op de panelen bij het monument op het Wethouder van Dronkelaarplein staan de namen van Almeloze verzetslieden. In januari 2017 zijn we met een groep van 10 jongeren gestart met het project Back to Present. Een project van Avedan over tolerantie en leren omgaan met verschillen tussen mensen. Maar wat nou als het om jezelf gaat? Zou je dan ook niet willen dat iemand in verzet komt voor jezelf? Of weten we misschien niet meer hoe dit moet? Misschien denken we vandaag dat op een vreedzame manier met elkaar samenleven niet meer mogelijk is. Maar toch kan dit wel. Het enige wat we zouden moeten doen is in verzet komen voor degenen die dit niet kunnen. Ik heb dan wel de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, maar bij mij vond de oorlog in huis plaats. Inmiddels verblijf ik achter mijn 19e voordeur en nog steeds zijn er momenten dat ik me niet veilig voel. Bert vertelde over het oorlog. Onze vrijheid hebben we te danken aan de geallieerden. Ja, dat klopt. Maar zonder ons eigen verzet waren we niet bevrijd. Door hen is al die narigheid gestopt. De W van Wilhelmina, de V van Victorie, het stond op de muren. De onderduikers op zolder kregen heel wat te verduren. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Tijdens alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Kijkend omhoog zie ik de lucht. Kijkend naar beneden, mijn voeten die hier veilig mogen staan. Kijkend om mij heen, zie ik de mensen die stilstaan bij de vrijheid. Onze vrijheid, mijn vrijheid. Kijkend naar mezelf, kijkend naar binnenin, zie ik de dankbaarheid. Er is bijna niemand meer die de oorlog zelf bewust heeft meegemaakt of er uit eigen ervaring over kan vertellen.
terwijl juist de persoonlijke getuigenissen belangrijk zijn voor het besef van de latere generaties, van wat er in een oorlog is gebeurd, de oorlog die ons heeft getroffen. En daarom moeten wij ervoor waken dat de nagedachtenis aan hen die wij vandaag herdenken verwatert. Herdenken wordt in de komende generaties steeds moeilijker. Maar wij hebben een plicht om de erfenis van al die slachtoffers van strijd, van verzet, van vervolging of van honger door te geven. Want er is geen garantie dat wat al deze mensen is overkomen niet opnieuw gebeurt. Tenzij wij erover blijven nadenken en de slachtoffers blijven herdenken. We zijn gisteren om 19:15 na de nationale dodendekking zijn we naar Wageningen gereden met 16 mensen van Kogas, 10 lopers, 2 chauffeurs en 4 begeleiders. Daar werden we om 12:00 ontvangen en om goed 12:30 werden wij weggeschoten na een filmpje over ons bedrijf en de groep uit Almelo. En toen zijn we gaan lopen. En om de hoeveel tijd werd er gewisseld? Wij liepen steeds 20 minuten en dan werd er gewisseld. En wij waren wat vroeger in Almelo dan we dachten, dus we zien er nog redelijk fit uit. Wij hadden gerekend op zo'n 9 km per uur, maar uiteindelijk liepen we 11,5 km per uur. Dus het ging veel sneller dan we dachten. En is het vuur onderweg nooit uitgegaan? Het vuur is, wij hadden een apart lampje extra, die staat daar. Dat is een olielampje, die hebben we direct aangestoken en die heeft steeds aan de fiets gehangen. Meneer Zomer, u staat hier op bevrijdingsdag bij het bevrijdingsvuur. Hoe voelt dat? Ja, natuurlijk ontzettend goed dat het zo kan in Almelo. En dat de Kogas dit doet om het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen hier naar Almelo te brengen. Dat geeft een goed gevoel. Zeker na een hele respectvol en waardige herdenking gisteravond op het Van Dronkelaarplein. U bent niet meer in het regen, maar u bent er nog wel druk mee. Ja, wij proberen samen met de veteranen aandacht te geven aan dat wat in het verleden gebeurd is. De mensen vanuit de Tweede Wereldoorlog, dat wordt nog steeds minder. Maar wij willen toch de herinnering levend houden. En dat kunnen de veteranen natuurlijk ook ontzettend goed. De belangstelling bij de herdenking gisteravond bij het Van Donkelaarsplein, die was behoorlijk.
Ja, kijk, wij stonden natuurlijk in het gelid als erewacht, dus ik kon niet goed om me heen kijken. Maar ik heb begrepen van heel veel mensen dat er ontzettend veel belangstelling was. En wat mij opviel, bij alle mensen die bloemen brachten, er waren ontzettend veel kinderen bij. En dat is het mooiste wat er is. Dit kunstwerk van Maria van Elsberg is ter herinnering aan de Almeloze straatmuzikant Koperen Co. Hij trad vanaf de jaren 60 als one-man band op straat op. Kijk even naar boven, naar het kleine belletje. Geweldige muziekshow met 10 muziekkorpsen van wereldniveau. Dit keer al voor de 5e maal in het Polmanstadion in Almelo. Korpsen die al meerdere malen prijzen hebben gewonnen op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade zijn te gast in Almelo. En niet met alleen maar fanfare muziek, maar met veel meer. Topniveau. Zet de tap toe in uw agenda. U mag dit absoluut niet missen. Een geweldige show, prachtige korpsen en uiteindelijk een bijdrage aan een geweldig goed doel. Kans voor een kind waarbij kinderen geholpen kunnen gaan worden. Dus kom naar Polmanstadion op 16 juni voor de tap toe Almelo.